Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Theater Amateurs. Het is vandaag de 5e editie van het Amateur Musical Awards Gala en het is alweer het 3e jaar dat wij erbij zijn en we hebben er super veel zin in. De generaal is net geweest en sommige mensen gaan even chillen en sommige gaan nog even oefenen. Dus we gaan nog even mensen vragen of ze er een beetje zin in hebben en hoe het met de zenuwen staat. Hebben jullie een beetje zin in de avond? Onwijs veel zin. Super veel zin natuurlijk. Ja! Ja, zeker. Echt wel, ja. Zeker. Heel erg. Ja. Zijn jullie een beetje zenuwachtig voor vanavond? Nee, ik heb er heel veel zin in vooral. Ja, ik was nog niet zenuwachtig, maar nu wel. Maar nu? Ja, ik denk straks wel. Het valt nu nog mee, maar straks denk ik wel dat de spanning zeker wel komt. Ja. Het wordt ontzettend leuk en we hebben er gewoon zin in. Kijk, ik was gisteren wel heel zenuwachtig, maar vandaag gaat het helemaal goed. Het is echt een mooie verbindende factor tussen verschillende clubs in Nederland. En ook een soort van link tussen amateurs en professionals. Dus dat is een heel mooi, heel mooi gegeven. En voel je dan nog een beetje de concurrentie of niet? Nee, helemaal niet. Maar het is ook al besloten, dus het maakt ook eigenlijk niet meer uit. Zoals jullie zien stroomt de foyer achter mij heel erg vol. Iedereen is in mooie gala kleren, dus de stemming zit er goed in. Zoals jullie zien is nu achter mij de zaal nog helemaal leeg. Maar over een kwartiertje zijn er heel veel mensen in de zaal en wij gaan alvast naar achter om backstage te filmen. Zoals jullie horen en zien zijn de AMA's begonnen. Wij hebben er super veel zin in. Veel plezier met het kijken naar de beelden. Nou, we zijn benieuwd naar je eerste reactie. Gefeliciteerd! Wauw, ja, ik weet nog niet wat ik ervan moet zeggen. Gefeliciteerd, je bent er helemaal emotioneel van. Ja, klopt. Ja, ik had het ook helemaal niet verwacht, want het is de tweede keer. En waarom zou je hem nog een keer winnen? Het is altijd een feest om hier te zijn. En goed dat het ook zo groot wordt aangepakt. En zoals Irene ook zei, het is fantastisch dat theater, dat je ziet dat theater leeft. Vinden jullie het belangrijk dat er zo'n avond als deze bestaat? Ja, want het is natuurlijk een viering van niet alleen, weet je wel, mensen die dit voor hun vak doen, prima of zo. Maar het is juist vrijwilligers en ook achter de schermen. En je voelt zoveel liefde voor wat mensen aan het doen zijn. Dus ja, ik vind het heel belangrijk. Wat is je eerste gevoel, eerste reactie? Ja, gewoon blij. Ja, blij, dat is het. En hoe ga je het straks vieren? Een goede afterparty, denk ik. Ik ben echt verbijsterd hoeveel liefde en warmte voor het vak door die zaal rolt naar het toneel toe. Ik vind het echt een geweldige avond. En zit u dan wel een beetje relaxed in de zaal of gaat u ook gelijk naar talenten spotten?
Dat kun je nooit helemaal uitzetten. En ik zal je zeggen, ik heb een paar mensen gezien waarvan ik denk, nou, die wil ik wel eens auditie zien. Hoe voelt het om een Amateur Music Award te winnen? Ja, super gaaf. Super, super leuk. En hoe voelt het om er eentje uit te reiken? Ja, heel erg leuk. Omdat het echt, wat ik al zei, ik was net achter al in de green room. Het is heel gezellig. Iedereen doet mee en zingt mee en klapt mee. Ja. Dat zijn wij gewoon niet gewend. Ik heb het ook vroeg gedaan, musical. Ook amateur. Maar ja, we hadden niet zulke avonden als dit. Dat je gewoon naar het nieuwe Luxor kunt. Net op opa verteld. Je moet het vooral leuk hebben. Je moet vooral in jezelf geloven. Er moet een noodzakelijkheid zijn. Waarom jij op het toneel bent en waarom niet iemand anders. Ik moet naar jou kijken. En er gaat niks aan voorbij. Ik moet naar jou kijken. Probeer dat te bewerkstelligen. En wees trots op wat je doet. Geloof in jezelf. Wij hebben genoten van deze prachtige avond. Vonden jullie deze video nou leuk? Geef dan even een duimpje omhoog en abonneer ook even op ons YouTube kanaal. En wil je nou nog meer zien van de Amateur Musical Awards? Dat kan. Wij hebben een speciale afspeellijst op ons YouTube kanaal gemaakt van de afgelopen edities. Nou, ik hoop jullie de volgende video weer te zien. Laters!